Burgemeester, we zitten hier in het gemeentehuis en we hadden het eigenlijk anders bedacht. Hè? We zouden naar een mooie locatie in het Leudal gaan, maar dat kan dus niet, want er is een harde lockdown gekomen. Dat heeft u waarschijnlijk ook enorm doen schrikken. Ja, wij zouden inderdaad op een andere locatie. Dus wat doe je dan op zaterdag? Ga je jou bellen en iedereen dat alles anders moet. Een heleboel dingen wat ik vandaag had afgesproken. Maar dat hebben we allemaal. Hè. Opeens is het weer zo'n lockdown die we dachten maar eenmaal te krijgen. Nou, we zitten er weer middenin. En net zoals alle andere mensen word je daar wel moedeloos van. Ik ben een ras optimist. Maar ik had nu ook wel zo van, jongens. En dan gaat voor de meeste mensen het leven gewoon wel door. Hè, met alle ongemakken van dien. Maar je zou maar horecaondernemer zijn. En dan vlak voor kerst, en het was al slikken dat ze maar tot 5 uur open mochten zijn. Hadden ze lunch voor verzonnen. Ja, ik heb het met die mensen ook wel echt te doen. Maar kwam het onverwachts voor u? Ja, dit kwam voor ons alle onverwachts. We hebben dinsdag wisten we, en dat wist ik als burgemeester al lang, dat verlengd zou worden. Je las ook al vrijdag in de krant dat er wel weer iets zou gebeuren. Maar een complete lockdown kwam voor ons allen tot een verrassing. Ja. Wat schoot u toen te binnen? Wat komt dan het eerste in uw gedachten als u dat hoort? Nou ja, ik ben dan eerst aan het regelen. Want dan denk ik, dit moet ik regelen, dat moet ik regelen, zus moet ik regelen. Dus daar waar voor de meeste mensen de corona betekent dat je minder kan doen, moet een burgemeester veel meer doen. We kijken terug op een heel pittig jaar. Een heel pittig jaar. Daar waar de corona al de nodige pittigheid met zich meebrengt, hadden we in Leudal ook nog te maken met hoogwater. Op het moment dat iedereen weer een beetje lucht kreeg, het voorjaar, zomer, stroomden we ons de huizen vol. En hadden we ook nog de angst, in ieder geval die angst was bij mij heel groot, want dat was er bij mij meegegeven, dat mogelijk heel Bugnum onder water zou komen te staan. Dus dat was wel een hele paniekerige, angstige situatie waar we in verkeerden. En ook heel, heel, heel verdrietig voor de mensen die het water in hun woonkamer hebben gehad. Ik ben met een heleboel van die gezinnen geweest. En ja, daar zie je dat ze heel veel hun best hebben gedaan om hun huis mooi te krijgen. Dat was eigenlijk net klaar. En dan komt dat hoge water. En die zijn er nog lang niet vanaf. Die nasleep, die duurt veel langer. Dat is een financiële nasleep. Dat is een nasleep van hoe gaan we het voor de toekomst doen. Ja. Het was een pittig jaar. En nou komt, het is eigenlijk al een klein beetje bezig, de carnaval. Hè. Het is, er was de hoop, we kunnen toch die carnaval gaan vieren. Maar nu ligt het stil. Ja, we zien dat we voortdurend hoop hebben en dan weer de domper. Dus wat ik zelf ook al heel vaak zeg tegen mensen, ga in scenario's denken. Ga ik denken van wat kunnen we dan? Als dit niet kan, kan dat mogelijk? Maar ja, carnaval is ook een tijd gebonden. Hè? Er werd wel geopperd in de landen, dat doe je toch in de zomer. Dan weten ze niet dat het eigenlijk een katholiek feest is. Dus dat je daar niet zomaar veranderingen in kunt brengen. Maar je zult toch wel moeten nadenken als we dat corona nog een tijd onder ons houden. En daar elke winter in meer of mindere mate mee van doen krijgen. Hoe je dat op een andere manier moet gaan doen. En daar zullen we echt met elkaar over na moeten gaan denken. Want ook bij evenementen. Op het moment dat we weer ruimte krijgen, denken we ook weer dat we weer naar het oude gewoon gaan. Hè? We zijn aan het eind van het jaar gekomen. De kersttijd staat voor de deur. Wat zou u de mensen nog willen meegeven? Kijk naar elkaar om. Kijk vooral naar elkaar om. We hebben elkaar hard nodig. Dat is ook wat we missen in deze tijd. Dus ja. Vergeet even niet die buurvrouw. Ga even een bloemetje aan de deur of andere acties die u kan ondernemen. En verder geniet gewoon van elkaar. We kunnen gelukkig nog steeds van elkaar genieten. En dat moeten we vooral doen. En maak er ook gewoon nog steeds een gezellige kerst. In wat intiemere sfeer. Je kunt niet de hele familie uitnodigen. Maar desalniettemin kan dat natuurlijk heel gezellig zijn. En we zullen denk ik moeten gaan nadenken hoe we met alle epidemieën gaan leven. En daar vindingrijk in moeten zijn. Ik wens u allen mooie kerstdagen. En zie om naar elkaar.